Ik sta hier bij de winnaars van de Liberty Equine Product Prijs klasse L paarden. Doron Kuipers en Eileen Menneke. Allebei gefeliciteerd. Doron, kan je wat vertellen over je rit? Ja, hij ging goed. Ik had het jaar beter dan verwacht. Ik heb het paard net en ben net terug van vakantie. Hij is nog niet heel ervaren. Maar hij pakt het eigenlijk gelijk meteen goed op. En Eileen, hoe heb jij je rit ervaren? Ja, het was eigenlijk best wel een fijn rondje. Alleen op 2 werd hij wat sterk. En ik ging van 7 naar 8 binnen door. Dus daar zat misschien nog wel tijd. En rij je nog meer paarden? Ja, ik rijd 2 ponies. En dit is je enige paard voor in de basissport? Ja, ik rijd net bij de paarden. En wie is je grote voorbeeld in de paardensport? Meredith Michael Speerbouw. En jij, Doron? Mijn voorbeeld. Ik heb eigenlijk voor iedereen wel heel veel bewondering, maar ook vooral Gerco en Max Eening. En ja, eigenlijk meerdere. Maar die vind ik ook wel echt bovenuit steken. En hebben jullie ook ambitie allebei om verder in de sport te gaan later? Ja, ik wil het wel heel graag en ik hoop dat het ook allemaal lukt. En jij, Doron? Is dit je ambitie? Voor mij is dat wel mijn doel, ja. En dan topsport of jonge paarden? Nee, echt de topsport. En Doron, gaan we jou zaterdag hier in de grote prijs zien? Ja, zeker weten. En met welke kom je aan de start? Waarschijnlijk zal het seniors worden. En gaan we hier dan ook interviewen? Dat ga ik zeker weten proberen. Oké, nou allebei heel veel succes en bedankt voor je tijd. Dankjewel. Doron Kuipers, de allerbeste in deze rubriek met kop door. Allebei hoor je denk afwonen door Jumping Schreuder te bergen. Ja, dat is goed.